Wilt u alleen keelverdoving of ook een slaapmiddel? U krijgt binnenkort een bronchoscopieonderzoek. Om het onderzoek voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen, kunt u naast de standaard keelverdoving kiezen voor lichte tot matige of diepe sedatie. In deze animatie leggen we de verschillende sedatievormen uit. Uw keel wordt altijd verdoofd met een verdovingsspray. De verdoving zorgt ervoor dat het inbrengen van de slang geen pijn doet. U maakt het onderzoek bewust mee, waardoor u gespannen kunt zijn. Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten. Na het onderzoek mag u direct naar huis en mag u zelf auto rijden. Als u het onderzoek minder bewust wilt meemaken, kunt u kiezen voor lichte tot matige sedatie. Dit wordt een roesje genoemd. Dit gebeurt meestal met het middel midazolam, dat via een infuus wordt toegediend. U wordt direct slaperig. Na het onderzoek kunt u zich niet meer goed herinneren wat er precies is gebeurd. Tijdens het onderzoek zal uw ademhaling, bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Het kan zijn dat u extra zuurstof krijgt. Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht om bij te komen. Het nadeel van een licht slaapmiddel is dat u tijd nodig heeft om wakker te worden en 24 uur geen auto mag rijden, machines mag bedienen of belangrijke beslissingen mag nemen. Het onderzoek met lichte sedatie duurt 2,5 tot 3,5 uur. Als u kiest voor diepe sedatie, dan wordt meestal het slaapmiddel Propofol gebruikt. U krijgt dit middel via een infuus toegediend. Met dit slaapmiddel maakt u het onderzoek niet bewust mee. U reageert niet meer op vragen van anderen. Tijdens het onderzoek zal uw ademhaling, bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Het kan zijn dat u extra zuurstof krijgt. Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht om bij te komen. Het nadeel van een diep slaapmiddel is dat u tijd nodig heeft om wakker te worden. U mag 24 uur geen auto rijden, machines bedienen of belangrijke beslissingen nemen. Het onderzoek met diepe sedatie duurt 2,5 tot 3,5 uur. Bespreek de voor- en nadelen van de verschillende vormen van sedatie met uw arts. Zo kiest u de vorm die het beste bij uw situatie past. U weet dan waar u rekening mee kunt houden.